Paul Winters heeft mij aangerand. Winters heeft niks gedaan. Wat een aanstellerij. Je bent zelf een aansteller. Klootzak. Het is niet waar. Ik weet dat je dat weet. Hoe durf je? Ik heb je serieus verdedigd. Omdat je de waarheid naar boven wilde halen. Omdat ik de waarheid naar boven wilde halen over jou, ja. Demi, ik moet er tussenuit totdat dit is overgewaaid. Maar ga gewoon mee. Fuck de wereld. Je hebt het niet gedaan en je vlucht wel. Die meisjes die proberen mij kapot te maken. Oh, ik ja? weet niet wat is er gebeurd met de onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Jij bent een fucking leraar. Je hebt een voorbeeldfunctie. Of wou je mij vertellen dat je zoiets nooit zou doen? Je loog tegen me. Dat deed jij ook. Je loog over je leeftijd. Hey, shh. Hey. Hey. Ik hou van jou. Niet doen. Ze gaan achter je aan. Fuck ze, ik ben niet meer bang. Niet doen! Ik wil je, kom op! Paul! Kom maar! Jezus, ze waren toch gewoon Demi! Demi, hoe gaat ie? Ik wacht al een tijd. Niet doen. Hey, Demi. Hey, ben je oké? Okay? Ik kom net van de politie. En ja, je foto's kwamen van pas. Mijn foto's? Ja? Was dat niet wat je wilde bekennen vanavond? Dat jij mijn stalker bent? Ik dacht dat het Jack was, maar Jack is verliefd op Melissa, dus wie zou het dan kunnen zijn? Demi, ik kan het uitleggen. Ik maakte me zorgen. Jij verdient toch veel beter dan zo'n creep? Hij is eind 30. Ja, en mijn leraar. Die machtsverhouding is duidelijk. Thanks. Ik bedoel niet dat het raar is van jou. Ik bedoel dat het raar is van hem. En wat verdien ik dan? Iemand zoals jij. Iemand die me stalkt, me manipuleert? Iemand die van je houdt. Demi, ik wil dit al heel lang tegen je zeggen, maar ik ben verliefd op je. Al jaren. Dit is geen liefde. Demi. Als je dit leuk vond, abonneer dan op het NPO 3 kanaal. Of klik op de video. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder.